op een meer leuke manier het gesprek af te sluiten, u nog een heel concrete vraag stellen. Ik heb u ooit, dus tijdens het gesprek in Italië, de vraag gesteld, wat is kunst? En ik was ervan overtuigd dat ik een heel abstract of nietszeggend antwoord zou krijgen, maar ik heb mij vergist. En ik heb u toen ook gevraagd, wat is er voor u mooi? Wat is er echt schoon? Moet ik daar een voorbeeld van geven? Ja, je mag dat doen, ja. Gaat je een schilderij tekenen? Of? Ja. E exponent i pi is gelijk aan mené. Dat is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar. Moet je goed voorstellen. Iedereen weet wat pi is. Dat is de verhouding van een middellijn van een cirkel met de omtrek. I, de meesten onder u kennen dat ook. Dat is dus daar datgene waarmee men complexe getallen schrijft. Eigenlijk vierkantswortel uit min 1, die gewoon niet kan bestaan. De vierkantswortel uit, die niet kan bestaan. En E, dat is het fameuze getal dat door Euler is uitgevonden. Dat is een limiet. De limiet van voor n naderend tot oneindig van 1 plus 1 gedeeld door n tot de n de macht. Ik denk dat het heel duidelijk is voor iedereen. Dat hoeft niet duidelijk te zijn, maar iedereen kan toch wel inzien dat dat op het eerste zicht absoluut niets te maken heeft met pi. En dat dat op het eerste zicht ook absoluut niets te maken heeft met het imaginair getal i. En toch, bovendien, hoe is het mogelijk dat een tweede macht van een imaginair getal, dat dat op een zo'n eenvoudig getal, op een negatief getal kan uitkomen? Hoe is dat mogelijk? Dus drie getallen die niets met elkaar te maken hebben, komen samen in een zo eenvoudige vergelijking. Om u maar te zeggen dat... Ongelooflijk. Ongelooflijk. En zo zijn er bijvoorbeeld in de wiskunde talloze zaken. Neem bijvoorbeeld, meesten onder u kennen de gulden snede. Die typische verhouding, hoort in een rechthoek. Gulden snede. Wel nu, er is een zeer mooie relatie tussen de gulden snede en de Fibonacci-getallen. Meesten onder u kennen de Fibonacci-getallen. Wel, bloemen, planten enzovoort zitten vol met Fibonacci-getallen. Dat is een bepaalde serie van dingen. Maar het tegenaardige is dat als je de zuivere verhouding uitdrukt in decimale getallen van de gulden snede, de gulden verhouding dus, dat de Fibonacci-getallen daar altijd maar dichter en dichter en dichter bij komen. Dus de limiet van die Fibonacci-getallen is eigenlijk hetzelfde als de gulden snede. Hoe is dat mogelijk? Dat mogelijk? We gaan het hier even bij. Ik kan u wel verzekeren, dames en heren, dat de uitleg over deze formule heel eenvoudig, relatief eenvoudig uitgelegd staat in het boek. Maar Etienne Vermeers heeft natuurlijk veel meer beschreven van zaken die heel mooi zijn. Hij heeft mij trouwens heel mooie, prachtige fragmenten van Bach leren kennen. En mij ook uitgelegd waarom dat die prachtig zijn. Waar ik vroeger dacht, ja, dat is gewoon omdat je dat graag hoort of niet graag hoort. Maar nee, er zit daar ook zelfs een rationele redenering achter. Maar dat gaat gelezen in het boek. En je voelt mij al aankomen natuurlijk. Dat veel meer wijsheid nog in dat boek zit.
en dat dat straks aan een goedkope prijs te verkrijgen is. Namelijk veel goedkoper dan in de winkel. Maar ik ga nog één vraag stellen. Mag ik eerst nog iets zeggen? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik ga nadien nog de mensen het ook vragen. Het is mijn diepe overtuiging, al heel lang, dat het gebruik van de reden het enige middel is, of in elk geval het belangrijkste middel, waardoor wij het met elkaar eens kunnen worden, zonder dwang. We kunnen met het elkaar eens worden, mensen van alle volkeren, van alle culturen, van alle rassen, kunnen het met elkaar eens worden zonder enige dwang, dankzij de reden. Dus de reden, dat is iets fundamenteel belangrijks. Er zijn dus in heel de wereld zijn er mensen, ik moet een klein beetje inspanning doen om die wiskunde te leren, maar in alle landen zijn er mensen, als ze dat leerden, daarover verbluft staan. Er is een bewijs van Archimedes dat de cilinder die je rond een bol schrijft, omschreven cilinder rond een bol, de verhouding tussen die bol en die omgeschreven cilinder, dat eenvoudige getal 2 op 3 is. Dat bewijs van Archimedes is prachtig. Vooral, je ziet niet, je bent allemaal bezig, goed, maar hoe gaat hij daar komen? En ineens, pats, hij is. En Van der Waart, ik was daarvan verbluft. Later heb ik Van der Waarden gelezen, de grote algebra-kenner, die ook over geschiedenis van de wiskunde geschreven heeft. En na die bewijsvoering schrijft hij, is das nicht wunderbar? Dus die man heeft exact dezelfde ervaring gekend als ik. Daarom durf ik zeggen dat de reden de basis is, en ik voeg er dan aan toe, de kunst kan ook zo'n basis zijn, maar die heeft als supplementair kenmerk dat die verscheidenheid toelaat. Dus door de reden is er eenheid mogelijk, maar via de kunst is er diversiteit mogelijk, want er zijn diverse vormen van kunstbeleving en er zijn ook iedereen, de gustibus non disputandum, zegt men slot. Dus over smaken, ja, over kunst moeten we dus geen ruzie maken. Dus we kunnen daar erkennen dat er diversiteit mogelijk is. Dus door de reden eenheid en door de kunst diversiteit. Nu, om nog één voorbeeld te geven, ik heb daar een passus uit Ptolemaeus geciteerd en ik ga ze nu citeren, niet uit Ptolemaeus, maar het grafschrift van Ptolemaeus. Oid hot it netos efu kaje pameros, al hot anastron, masteo pukinas amphidromon helikas, uket epipsao gaies posinala parolto, Zani Theotrefeos, Pimplamai Ambrosiais. En ik citeer dat omdat hier de zoon van professor Leemans aanwezig is, die daar een prachtige, vrije weliswaar, maar inhoudelijk juiste vertaling. En het is als eerbetoon aan professor Leemans, waar ik zeer veel van geleerd heb, die vertaling luidt als volgt. Ik denk dus Ptolemaeus, dus de man die het hele sterrensysteem van de oudheid dus uitgebreid expandeerd heeft, naar Hipparchos. Ik weet dat ik geboren ben een sterveling, maar als ik in stil nachtelijk uur der sterren zwermen werveling door pijlen mag en mag verstaan de wet en winding van hun baan, dan raakt dan daar niet meer mijn voet, ten dis van Zeus mee aangespreid verzadigt mij wat goden voedt, de teerkost van hun eeuwigheid. Dus door de kennis hebben wij contact met de eeuwigheid in feite. Dat is een prachtig einde. Dank u wel, Etienne Vermeer. Fantastisch. Heel mooi einde.